Goedemiddag en welkom bij de Lade Floral Design. Mijn naam is Maurice Vrijdag en we gaan vanmiddag een kerstworkshop laten zien voor om het zelf thuis met vriendinnen of met vrienden samen zelf thuis te maken. Allereerst hebben we een heel mooi blok hout, een beetje uitgefreesd. We beginnen met de prikker en de kling. En door de warme handen maken we een soort rondje zo aan de buitenkant van de prikker. Kunnen we eventueel dit warm maken met de aansteker of met een beetje warme lijm. Ik doe het even met de aansteker, zodat hij een beetje iets heet is. En nou zuigt je ook nog vaak je maar aan de binnenkant en we doen hem ongeveer in het midden. Een blok hout. Dan hebben we de volgende stap, dat is het stukje oase. Een natte oase doen we in het midden. En de volgende stap is het mooie plaatmos. Dat doen we zo overheen. En dan heb je ook gelijk al het oase afgewerkt. Dan hebben we een amaryllisbol met een satéstok. Die steken we in de bol zo. En we zorgen dat die worteltjes dicht bij het natte mos komen. Dus een beetje op het mos rusten, zodat het zeg maar verder gaat groeien. En dan hebben we het kerstgroen, het Nobilis. Dat is heel mooi groen, dat verliest heel weinig naalden. En is ook heel mooi om te gebruiken. Geeft echt een beetje kerstsfeer. En droogt zelfs ook een beetje op. En hier nog een klein stukje. Dan hebben we het middelpunt van de belangstelling, dat is de Leucadendron. Een hele sterke bloem, mooi voor in de hoogte, iets in het midden. Het zilvermos, ook wel grijsmos genoemd, lijkt ook een beetje op IJslandse mos, maar het is net even iets anders. Mooi met een prikketje vast. Dan hebben we een mooie hortensia, Hydrangea macrophylla, dat vult lekker altijd in een bloemstuk. En de mooie speldenkussen noemen ze dit, de Nutan, al die dingetjes lijken net spelden op een kussen. Nog een waksappel. Je hebt gewoon een laagje en doordat het laagje eromheen zit kun je ze heel lang bewaren. We hebben soms speertjes van vorig jaar en die zijn nog steeds goed. Dit is een safari materiaal, kegeltjes zeggen ze dan ook wel eens tegen. Die kunnen een beetje open spatten. En ze komen de pluisjes uit, maar als je die eraf haalt dan lijken er net in appels als haren. Dan hebben we nog een mooie banksia. En een banksia die heeft gekattelde blaadjes in verhouding tot een protea. Die hebben allemaal rondere blaadjes. Als laatste nog mooi. En helaas is nog de kerstpaal. Ook weer met een krammetje vastzetten. En de laatste finishing touch is de magnoliatak. Een beetje zwier. En een beetje natuurlijkheid. Nou, en klaar is het kerststuk. We wensen jullie hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2022.